IJzel en sneeuw veroorzaakt een ongeluk op de hoofdweg. Schildersbedrijf Haasma verhuist van bij duinen naar industrieterrein. En wetenschappers onderzoeken de mogelijke gevolgen op de Terschelling van de klimaatverandering. Welkom bij het Terschelling TV-journaal van zaterdag 20 januari. Meike Matens is de nieuwe directeur van Oerol. Dit is bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst afgelopen dinsdag. Meike Matens is een Engelsman die als straatartiest al jaren op Oerol kwam. Matens heeft zich opgewerkt tot festivaldirecteur van het Freedom Festival in Hull. En vanaf mei dit jaar komt de nieuwe directeur naar Terschelling. Matens volgt Sjaard Smit op, die per 31 december is gestopt. In de tussenliggende periode is Danielle Streep aangesteld als interim zakelijk directeur. Verder liet de organisatie weten dat het festivalterrein bij Westnaarzee dit jaar een dag later op zaterdag opengaat. Dit vanwege kostenbesparing. Afgelopen maandagavond om circa 9:45 vond er een eenzijdig ongeluk plaats ter hoogte van bungalowpark Dellewal. Een auto raakte door de gladheid van de weg en belandde tussen de bomen door in de tuin van de lager gelegen vakantiewoningen. Volgens de politie zijn er wat vraagtekens waarom de gemeente niet op pad was om de gladheid te bestrijden. De bestuurder is gelukkig niet ernstig gewond geraakt. De volgende dag werd de auto uit de bosjes getakeld en geborgen. Tijdens de nieuwjaarsborrel van de TOV, de Terschellinger Ondernemersvereniging, is de Willemier Aanmoedigingsprijs uitgereikt. De genomineerden waren Tosca Abrams, de Bakkerij, DA Drogisterij Mast en Mooi Weer. De ijsbaan van Mooi Weer had de meeste stemmen gekregen en ontving een mooie cheque. Hij was de Willemier Aanmoedigingsprijs. Je hebt hem gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We zijn even naar buiten, want binnen is het een beetje rumoerig. Volgens mij vriest het. Het is steenkoud hier. Het is steenkoud. Misschien dat we binnenkort echt kunnen schaatsen. Je hebt hem gewonnen voor de ijsbaan. We volgend jaar weer een ijsbaan. Daar gaan we wel vanuit. Het was een heel mooi traject. En mede mogelijk gemaakt door alle bedrijven die er iets aan betekend hebben. De vrijwilligers. En ik vind het een prachtige mooie motivatie voor ons gehele team. Die er echt keihard voor heeft gewerkt om iets moois neer te zetten. Ja, dat was duidelijk. En het curlen was ook een groot succes. Dat was een groot succes. 100% volgend jaar weer curling. Nou, laten we eens even zien, Bas. Wat is het? Ten waarde van 1000 euro. Nou, ik heb een goed idee. Zullen we gelijk even aanbreken hier binnen? Voor een drankje. Voor een drankje, kom maar, ja. Ga naar binnen. De Westerledersingers die bestaan zondag 50 jaar. Reden om nog even terug te kijken op het ontstaan van het koor in 1974. Jan Jonker, jij bent de oprichter van de Westerledersingers. We bestaan inmiddels 50 jaar, daar hebben we het zo nog even over. Maar hoe is dat zo gekomen? Nou, het is zo gekomen. Ik kom eigenlijk uit Emmen, Drenthe, Klazinaveen ben ik geboren. Daar had mijn vader een meubelzaak. Toen stond er eens een keer in een vakblad, dat ging over de woningrichting toen, een zaak aangeboden op de Schelling, niet op de Schelling, op een badplaats in het noorden van het land. En mijn moeder die las diezelfde krant en die zei dat moet een eiland wezen. Dus zodoende zijn we op de Schelling gekomen. Wij gingen aan de gang. Ik kreeg meteen de kans om van alles te doen. Maar ja, ik zit vol met enthousiaste dingen over bouwen en zo. We woonden een week op de Schelling en toen heb ik 6 muren uitgebroken. Alleen, ik was in Emmen, was ik op het mannenkoor Valerius geweest. Ja. Daar zong mijn vader ook bij. En ik vond dat geweldig, maar daar zongen we het hele zware werk allemaal. En ik dacht, ik wil zo graag weer een mannenkoor. Ja. Ik miste dat echt, dat mannenkoor. Ik had hier en daar eens gevraagd en men vond dat wel wat, hier en daar. Ik dacht, nou, er gebeurt dus helemaal niks. Ik ga het gewoon doen. Ja. Toen heb ik in de Hallinger krant, in de Terschellinger Kleintjes, dat was toen een afdeling, heb ik gezegd, oprichting mannenkoor, punt uit. Ja. En zo ben we begonnen. Rijn, jij bent een van de jongere leden van het koor, toch?
Ja, dat klopt. Ik ben lange tijd de jongste geweest. Ja. Maar nou, sinds kort eigenlijk zijn er twee bij die, die jonger dan mij zijn. Dus ja, dat is altijd leuk natuurlijk. Het moet zoveel mogelijk jongere mensen ook erbij. Want het is hartstikke leuk om te doen. Ja. Hoe ben jij erbij gekomen om bij het koor te gaan? Nou, mijn vader zat altijd bij het koor. Dus ik ging als zo'n jonkje ging ik al, nou, als er dan een optreden was, of, dan ging ik mee en dan ging ik kijken. En, ja, dat was van kind af aan ook altijd thuis zingen en ja, dat is gewoon fantastisch. En op een gegeven moment ging ik bij het koor. Toen ben ik er weer even afgegaan omdat het roeien wat in de weg zat. Want ja, die ging ook op maandagavond roeien. En, ja, ik kan niet ergens keuzes maken. Je moet ergens keuzes maken. Totdat ik gestopt ben met roeien en toen ben ik weer naar het koor gegaan. En ja, ik krijg er gewoon heel veel energie van het zingen. Het is hartstikke leuk. Ook de interactie met de oudere mensen, de verhalen van vroeger, ja, die krijg je ook allemaal te horen, dat is hartstikke leuk. Toen stegen wij tot 29, daar waren we mee begonnen en wij zakten toen echt wel terug, want men vond het dus toch niet wat, het was een beetje te hoog gedragen. Het was te moeilijk. Ja, het was een beetje te moeilijk. Ja. En toen zakten wij terug tot 14. Sirik de Vries was toen voorzitter. Die zei op een gegeven moment, ik zei tegen Sirik, wat gaan we doen? Want dit wordt het dus niet. Ja, hij zei, we kunnen twee dingen doen. We kunnen ermee stoppen. Maar er is hier net een nieuwe onderwijzer gekomen aan de Vossenschool. En die schijnt zelf een gospelkoor gehad te hebben. Toen ik dacht, dat moeten we hebben. Het wat mooiere werk en dan vlot. Ja. Ja. Dus wij naar Siep Leenstra, dat was de man. En Siep die wou het wel doen. En Siep die werd toen bij ons de fantastische dirigent. Heel goed, hij kon zelf erg goed zingen, die vent. En wij stegen toen tot 73 personen. Half ter Schelling wou bij de West-Aleten-zingers. Ja, een aardige groep. Ja, dat was geweldig, was het. En nou staan we hier, daar staan we ook niet zonder reden, want het is niet alleen het koor natuurlijk. Nee, dit is, de meesten zien het wel denk ik, dit is de kringloop. En dat wordt door de leden van het koor, wordt dat draaiend gehouden. En nou, dus er komt een mooie accent voor het koor ook voor naar binnen. En we geven ook regelmatig aan andere initiatieven op de Schelling. Geven we ook geld, donaties, om dat dan te steunen. Ja, als mensen hier langs willen komen, dan kan het op dinsdag, toch? Ja, op dinsdag is het open. En dan allemaal de spulletjes ja, kopen en zien en ja, een beetje struinen. Nu zijn wij 50 jaar verder. 50 jaar. Ja, dat doet mij wat. Ja, ik zie het. Ik zie het. Dat doet mij wat. Dus, en dan gaan we aanstaande volgende week gaan we een groot feest bouwen. Ja, want wij vinden zondag de 28e. 50 jaar bestaan van onze club. Het is nog steeds mijn club, zo voel ik het. Ja. West-Aleta Singers. Even, zondag de 28e in de ET10. Ja. Kunnen mensen kaarten verkopen? Ja. We hebben zondagmiddag hebben we de matinee. Dan gebeurt er van alles. Ja, ja, we hebben ik zeg er nog verder niks van, maar het wordt heel interessant. Jullie willen graag nog wel aangroeien hebben? Ja, heel graag. Het is, ja, de oudere generatie, die, ja, dat wordt wel aardig oud. En nou, om het koor te blijven voortbestaan, dan moet er wel wat jonge aanwas komen natuurlijk. Ja, dus bij en deze is de oproep? Een oproep om kom naar het koor en het is hartstikke leuk. Het is, je krijgt er energie van, het is leuk om te zingen. Je hoeft niet de sterren van de hemel te zingen. Met z'n allen maak je het geluid. Het is vierstemmig, ja, het is fantastisch. Het is, je hebt ook leuke reisjes nog. En, ja, het is gewoon fantastisch om te zingen en om dat met z'n allen te doen. Zou je toch een klein tipje van de sluier kunnen oplichten? Nou, ja, ik kan inderdaad een klein stukje oplichten. We hebben twee originele wijnvaten van de West-Aleta. Ja. Die komen volgende week zichtbaar.
Dat zijn hele historische dingen. Dat is heel leuk. Ja, ja. Origineel. Ja. Vol met drank? Nee, niet vol met drank. Nee, dat doen we niet. Maar we drinken wel een borreltje. En gezellig met elkaar. Ja, ja. Nou, jullie gaan echt uitpakken. Ja, wij zijn een fantastische club. Het concert is dus zondag 28 januari in de ET10. En kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij Funke, Primera, Zonneweelde en de Kringloopwinkel. Naast Bode op het gemeentehuis, jarenlang vrijwilliger bij de stichting Jeugdwerk de Schelling, of nog verder terug, discotheek Actania. Nu kennen we Lidie inmiddels ook op een andere manier. Wijntjes van Lied. Inmiddels best wel een begrip op het eiland. Een graag geziene dame in diverse straten op het eiland qua bezorging van wijnen. Het huis peilde uit en een kans om een pand over te nemen pakte ze dan ook met beide handen aan. Een winkel in de straat waar ze notabene opgroeide, de Herenweg. Lidie, goedemiddag. Ja. We staan in jouw prachtige winkel. Ja, goedemiddag. Ja, wat fijn dat jullie er zijn. Ja. Weer, hè? Proost. Ja, ja. Proost. Ja, ja. Want ik heb ook een lekker wijntje gekregen. Ja. Maar vertel, hoe is dit tot stand gekomen? Nou ja, tot stand gekomen. Ik was natuurlijk al aardig in de wijnhandel sinds corona. Hè, ja. Naar aanleiding van de proeverijen. En dat eigenlijk door gebrek aan werk dat ik de wijnen ben gaan verkopen. En dat ik daardoor eigenlijk wel wat handel in zag, waardoor ik kon overleven. Ja. En ja, eigenlijk van mijn hobby mijn werk gemaakt. En de ultieme wens was eerst wel een winkel, maar een fysieke winkel. Ja. Maar dat was niet makkelijk. Nee, ja. Maar uiteindelijk? Ja. Uiteindelijk is het gelukt. En, je bent nu een maand open, denk ik? Ja, december. Ja. Ja. 14 december open gegaan. Ja. Ja. De officiële opening die komt nog. Ja, we gaan volgende week doen we officiële opening. Gaan we ook echt even een linkje doorknippen met de familie Tijl. Want de familie Tijl heeft er wel voor gezorgd dat door hun support dat dit allemaal mogelijk is gemaakt eigenlijk. Ja. En ook om iedereen de gelegenheid te geven om toch even te komen kijken. En het ziet er strak uit hier. Ja, ja, mede mogelijk gemaakt door al die fantastische ondernemers. Want die moesten ook snel nog aan de bak. Ik heb denk ik eind oktober te horen gekregen dat ik het pand kon huren. Ja. Ik wist dat ik 1 december de sleutel kon krijgen. En uiteindelijk is dat 1 week eerder geweest. Maar ja, dat hield wel in dat ik heel graag 14 december open wilde en met mede mogelijk gemaakt door het schildersbedrijf, door de die lichter. Allemaal in de late uurtjes. Ja, s'avonds, zondag, ja. Die me het gewoon ontzettend gunden. Ja. Hebben we gewoon binnen 2,5 weken hebben we een wijnwinkel gerealiseerd. Nou ja, dat is wel heel erg uniek. Ja. En dat ziet er goed uit. Ja, ik hoop dat je het leuk vindt. Ja, heel creatief. Iedereen die ook meegewerkt heeft, had ook zijn eigen ideeën. Ja. Dus we hebben het ook echt samen ontwikkeld en neergezet. Wat heb je hier allemaal staan? Je hebt veel wijnen staan. Nou, ik heb heel veel wijnen. Je moet zien dat hier sowieso iets van 80 kabinetten zitten. Waaronder ook gevuld met 2 soorten wijnen wel. Ja. Dus ik denk wel dat ik een heel groot een beter assortiment heb en ook heel voor veel ieder wat wil. Ja, zeker. Zo is het ook ontstaan hè, door de wijnproeverijen om te kijken wat goed paste. Vervolgens eigenlijk ook overgaan op huiswijnen hè, te gaan verkopen. Dus het assortiment werd breder. En ook doordat ik steeds groter werd, waardoor ik beter kon inkopen en scherper kon inkopen, waardoor ik nu wel een van de wat grotere wijninkopers ben, ondanks op een eiland wonen van Nederland. Ja. Oh ja, echt waar? Nou, denk ik wel. Ik, wat leuk. Ja. Maar goed, ik kom hier binnen, of iemand komt hier binnen. Ja. En hoe gaat dat dan? Want ik wil graag een lekker rood wijntje. Dan kan ik ook proeven, toch? Ja, nou in principe is het zo dat ik wel wijn op de proeftafel heb staan. Maar uiteindelijk is het wel prettig als je aangeeft wat je wil. Ja. En dat je interesse hebt om te proeven. Want ik kan me ook voorstellen dat je er niet altijd een boodschap aan hebt. Maar dat doe ik wel. En dan ook graag laten beleven met of een stukje kaas of een worstje of een patéetje. Het is maar net wat er op dat moment is. En naast verkoop. Doe je ook wel eens een wijnproeverij? Ja, wijnspijs, wijnpairing is mijn, dat is mijn vakgebied. Daar ben ik ook in getraind. Dat doe ik eigenlijk al jaren. Ja. Verleden jaar specialisatie gedaan bij
Peter Klossen is de smaakprofessor van Nederland. Okay. Is daar ook op gepromoveerd. Ik heb daar de afgelopen jaar een half jaar ook examen gedaan als sommelier. En, ja, want je bent sommelier ook? Ja, ben sommelier. Okay. En ja, om zijn vakgebied of zijn manier van wijnper, ja, dat spreekt mij heel erg aan. Omdat mijn achtergrond ook in de keuken ligt en als gastvrouw natuurlijk. Ja. Dus ja. Hè, die kennis is wel heel erg belangrijk. Ik ga me nog verder specialiseren met Angelique Smijk. Dat is eigenlijk een van de topchefs, vrouwelijke topchefs van Nederland. Ja, ga ik over productontwikkeling, hoe je nog beter kan inspelen op de smaak van de gast, zeg maar. Hè, doordat je nog een betere analyse van het product kan maken. Dus ja. Dat is echt mijn core business. Mm-hmm. Dus het is voor mij van belang als je iets wil drinken bij het eten. Ja. Dat ik echt weet hoe je dat gaat maken, wat je erbij gaat serveren. Zodat ik een heel gericht advies kan geven. Ja. Ja. Leuk. Heel veel mensen kennen jou ook al. Van, ja. Nou, onder andere van proeverijen, maar ook dat jij wijn bij mensen thuis brengt. Ja, en ja, het fundament is al gelegd. Ja. Alleen de bedoeling is dat het wat laagdrempeliger wordt. Dat het wat makkelijker wordt om een wijntje te kopen. Niet meteen een doos, maar ook een flesje. Ja. Dus dat, kan hier in de winkel. En je kan hier ook een proeverij? Ja, besloten proeverijen doe ik nog steeds. Okay. Ook openbare proeverijen op andere locaties. Maar een besloten proeverij, dat vindt u wel plaats s'avonds. Ja, en dat zie je wel makkelijk met al Ja, dan heb ik alles bij de hand, heb ik alles compact. Scheelt heel veel tijd, energie en nou ja, dat is een beetje de bedoeling. Ja. Nou, bedankt. Ja. Leuk om in je winkel te zijn. Ja, wees welkom. Hè. Ja. Kom een kijkje nemen. En volgende week de officiële opening. Donderdag tot zaterdag geopend. Ja. Van 2 tot 7 uur. Ja. Oké, okay. Nou, dat is inderdaad belangrijk om te weten. Ja. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. Proost. Proost. Kom je binnenkort bij haar een mooi flesje wijn kopen? Dan krijg je die mee in een mooi tasje. En daar heeft ze tot en met maat een leuke actie mee bedacht. Dat is deze tas. Tasje mee over zee. Ga je binnenkort op vakantie? Neem dan de tas mee en maak een foto en stuur de foto van de tas naar info@latuil. En je maakt kans op een mooi flesje wijn. Schildsbedrijf Haasma is verhuisd naar het bedrijventerrein op West. Hessel wierp even een blik. Verf. Goedemorgen Johan. Goedemorgen Hessel. We staan hier bij Johan Haarsma. Haarsma. Nieuwe hal. Ja. Een hele nieuwe ontwikkeling. Een hoop ruimte. Ja. Jullie gaan van heel klein naar heel groot. Ja, maar we waren op meerdere plekken klein. Hè. We zaten achter een benzinepomp in Mitsland. Oh, jullie hadden dat van een oude bakker. Ja, daar hadden we het glas staan. En op Hee hadden we nog wat ruimte voor wat losse spullen. En in Barduinen. Dus je had eigenlijk 3 locaties? Precies, en op alle 3 eigenlijk ruimte tekort. Maar ook lastig in logistiek natuurlijk. Je moet van hot naar her vliegen om wat op te halen. Als jij kwam voor een stukje glas, dan zeg ik, nou, rij maar even mee, dan gaan we naar Mits. Ja, precies. Maar dat werkt niet prettig. Nee, dat zeker niet. Dat doe je met alle liefde, maar beter van niet. Jullie hebben nu de oude West Aleta locatie. Ja. Hebben jullie. Wat ga je hier allemaal doen? Ga je alleen maar bezighouden met de dingen die je gedaan hebt? Ja, op je oude locatie? Of ga je nog uitbreiden? Nee, we zetten sowieso het bedrijf door zoals we het altijd al deden. Ja. Dat betekent dat mensen gewoon hun bestellingen kunnen ophalen. Ja. En dat we hier ook gewoon een grote werkplaats hebben. We zijn druk bezig met het realiseren van een nieuwe spuiterij. En we willen ook nog een ruimte realiseren voor het luchtgommen. En luchtgommen, dat is het afstralen van hout. Okay. En dus als je een oud kastje hebt of een oude voordeur of weet ik veel wat, kunnen we alle lagen eraf halen. Met zandstralen. Ja, precies. Ja, zo kan je dat zien. Ja, maar je gaat geen hele nieuwe activiteit, want je hebt zoveel ruimte. Nee, want kijk, we hebben ook klimmaterialen wat we nu allemaal onder het dak kunnen zetten. We hadden bijvoorbeeld een hoogwerker die wel vaak buiten stond. Nou, ik vind dat ontzettend zonde. Daar wordt hij niet beter van. Nee, precies. En wat we ook kunnen doen, is dat we voor mensen huisraad kunnen opslaan waar wij dan schilderwerk voor doen. Dus dan als jij bijvoorbeeld een zomerhuisje hebt. Ja, duur moment dat je dus ergens gaat werken, precies. Dat je dan zegt van nou, dan kunnen we daar even de spullen kwijt. Als jij een zomerhuisje hebt, heb je vaak geen schuur. Nee, dus nee. Als je dan het hele huis over de kop wil halen, nou dat kan. Dan help ik daarmee en dan slaan we de boel op. Helder. Ja. Jullie voeren sikkers? Ja.
Heb je verder nog mooie dingen die voor, belangrijk zijn voor mensen? Want ik bedoel, nou, jullie assortiment zal groter worden door deze locatie, neem ik aan. Die potentie die hebben we, maar zoals ik al zei, we zetten eerst gewoon het bedrijf door zoals we het altijd al doen. Want dat is al een succes gebleken en dat zetten we nu gewoon door. Ja. En we gaan zeker kijken wat er allemaal nog meer mogelijk is. Ja. Krijg je ook iets, dit is de winkel, hè? Nou, ik zou het geen winkel noemen. Nee, dat mag geen winkel. Oh ja, dat mag niet. Nee, maar ik zou het ook niet zo noemen, want het is, dit gebruiken we zelf allemaal. Ja. En mensen die kunnen hun bestellingen ophalen zoals ze dat gewend zijn. Ja, precies. Dus online ook? Ja, het liefst. Ja. En meeste is altijd met een berichtje van, joh, je hebt dan het rode potje verf voor me neergezet, zet hem even neer. Ja. En dan zetten we hem weer neer. Oh, die staat buiten mooi in de container. We hebben buiten dat grote verfblik staan. Ja. En dat is wat ik bedoel, van zoals mensen gewend waren ook in Barduin, dus zo gaat het hier weer. Oké. Okay. Dus hoe gaat het heten? Het bedrijf? Haarsma schildersbedrijf? Het blijft gewoon hetzelfde eten. Alles blijft hetzelfde. Alles blijft hetzelfde. Ja, ja. Wat vindt je vader ervan? Want die zal wel denken. Nou, die vindt het prachtig, want die heeft natuurlijk ook het gezien hoe het bedrijf ontwikkelde. Maar op een gegeven moment knap je een beetje uit je jasje. Ja. En dan zijn de mogelijkheden op het eiland zijn gewoon schaars. Ja, en bij jullie thuis was het natuurlijk... In Barduin werd het op een gegeven moment te klein. Ja, zo simpel is het. Dat was natuurlijk veel te klein. Nee, ja, voor jullie omvang en voor jullie... Als het een dag regende, dan stonden alle schilders die stonden in Barduin. Nou, dan begonnen ze bij de bus alweer te bellen dat het wat te krap werd op straat. Ja, precies. Ja, dat is, je weet het op een gegeven moment dan. Nee, dat kan niet. Nee. Nou, ik ben erg onder de wat een ruimte, hè? Ja, mooi, hè? Tjoe, wat groot. Ja, je moet je ook voorstellen dat we dus nu ook meer beweegruimte hebben om binnen te werken. En dat is wat ik heel graag wil. Ja. Want buiten ben je gewoon weersafhankelijk. Iedereen weet dat 2023 zo'n beetje het natste jaar was ooit. Dat hebben wij ook kunnen merken. En dat gaat gewoon ten koste van je planning. Ja. En nu kan bijvoorbeeld zeggen, ik haal jou een voordeur, die haal ik gewoon op. Zetten we een plaat hout in en we kunnen hem hier mooi onder de kap schilderen. Ja. Dus. Maar voor welke zaken kunnen ze bij jullie terecht? Verf, behang, noem eens wat. Nou, glas vooral. Glas natuurlijk. Glas doen we ook veel mee. Iedereen is een malle aan het isoleren en daar helpen wij graag mee natuurlijk. Ja, natuurlijk. En dan na verloop van tijd weer de spuiterij zoals iedereen hem kent. En dat is gewoon wat we doen. We gaan geen kozijnen zetten en we houden ons wel bij de leest. Schoenmaker zeg maar. Hou je bij je leest. Helemaal, ja. Ja, nou, zo is het ook. Ja. Nou, fantastisch. Mag ik je succes wensen? Nou, dat mag. Ja, als je nog vaak langs komt. Dus jongens, we hebben nu een zeer volwassen schildersbedrijf op de Schelling. Ja. Met een zeer volwassen ruimte. Dat kunnen we wel stellen. Nou, dat je mij nog een keer volwassen mag noemen. Ja, dat is volwassen. Hey, succes man. Dankjewel. Hete droge zomers, zeespiegelstijging. Dit zijn zaken die zorgen voor versilting en een tekort aan zoet water. Een probleem waar wij als eiland veel mee te maken hebben. Daarom is de Schelling een soort proeftuin waar wetenschappers en eilanders kennis uitwisselen, proeven doen en zaken uitproberen. Melkveehouder Renske van Sol is een van de deelnemers. Hiernaast zit Renske van Sol Peters. We kennen jou onder meer van het gemeentehuis, maar je bent ook nog boerin, toch? Nou, zo zou ik mezelf nooit omschrijven, maar ik ben natuurlijk met mijn man op de boerderij op Kienum terechtgekomen een poosje geleden. En ik zet dat nu wel voort, gezamenlijk. En ik zit wel nog in het bestuur van Agrarisch Benauwd de Schelling, dat vind ik heel leuk. Nou, onder meer daardoor... De agrariërs die hebben een initiatief genomen om eens te onderzoeken wat klimaatverandering eigenlijk doet met het landschap, het polderlandschap op de Schelling. Want de zeespiegel zou gaan stijgen en dan zou er meer verzilting ontstaan. Dat idee is bij de agrariërs vandaan gekomen, toch? Om dat te gaan onderzoeken. Ja, zo is het ongeveer gegaan. Wij merkten zelf, onze koeien liepen altijd, die lopen natuurlijk in de zomermaanden buiten. Die dronken eigenlijk altijd uit de sloot en onder andere bij het sluisje bij Kienum, dat blauwe huisje. Ja. En we merkten een aantal jaren geleden dat die koeien, die waren niet meer gezond. En nou ja, door wat onderzoek kwamen we erachter dat ze eigenlijk te veel zout in hun lijf hadden. En na een beetje zoeken kwamen we erachter dat die sloot daar eigenlijk hartstikke zout was. Dus dat was voor ons een aanleiding om eens op zoek te gaan van, goh, hoe kan dat dan? Kan dat? Als dat daar al zout is, terwijl dat daar juist uitgaat, zoet water. Mm. En zo zijn we eigenlijk verder gegaan. En
In de noordelijke provincies, in de Waddengemeente, liep een onderzoek boeren meten water. En dan krijgt elke boer kan daaraan meedoen en die krijgt dan zelf meetpinnen waarbij die in de sloten zelf het zoutgehalte kan bepalen. En speelt dit probleem alleen op Terschelling of hebben andere Waddeneilanden er ook mee te maken? Ja, speelt overal. Een deel natuurlijk vanwege oude slenkerpatronen en er is natuurlijk kweldruk onder de dijk door. Ja. Maar goed, we zijn met dat project begonnen omdat we willen weten van goh, hoe zit het dan in de toekomst? En hebben we over 50 jaar, 100 jaar, zeg maar een termijn, nog genoeg landbouwgrond effectief beschikbaar voor onze boerderijen. Ja, dus stel nou dat die zeespiegel stijgt, de bezilting gaat steeds meer. Het weer verandert. Wat zou het gevolg kunnen zijn als je er niets aan doet? Dat proberen we nu echt met modellen precies in beeld te brengen, zodat we dat ook echt exact kunnen zeggen van hoe zou dat dan zien met de meest verstrekkende klimaatscenario's die de KNMI ook maakt. Hè? Dus van hoeveel regen valt er op welk moment, hoeveel zonuren, welke zeespiegelpeil hou je daarbij aan, zeg maar. Kun je daar dus helemaal modellen van maken om dat precies... Dus het is eigenlijk voorbereiden op iets wat je eigenlijk nog niet weet wat gaat gebeuren. Nee, scenario's maken. Scenario's maken. Ja. En dan zou het dus kunnen betekenen dat je een heel deel van de landbouwgrond niet meer goed kan gebruiken voor poederwinning. Het is niet alleen een zeespiegelstijging wat mogelijk probleem oplevert. Het zijn nog wel andere klimaatfactoren. Exact. Wat zijn de belangrijkste dan? Ook het weer. Van hoeveel regen gaat er vallen en wanneer? Stel dat je met veel drogere periodes in de zomer te maken gaat hebben. Als het water niet valt, dan kan het gras ook niet gaan groeien. Mm-hmm. Als de zoetwaterbel ook verandert, doordat er minder neerslag in de zomer is, ja, dan verdroogt het land ook. Dus dan zou het ook minder... En als er heel veel water valt, we hebben nu een periode waar heel veel water is gevallen. Ja, dus nu niet geweldig. Ja, nu weer iets beter. Maar het was in die periode kan je ook je land niet op met trekkers natuurlijk. Want dan, dan gaat het helemaal kapot. Ja. En is er al een klimaatscenario gepresenteerd? Er is een klimaatscenario gepresenteerd van over 100 jaar. Ja. Wat wel lastig is, dat dan wel echt voorbij je eigen generatie is. Dus dat is dan ook wel weer een heel erg ver van je bed scenario. Ja, zijn we er al lang niet meer. Nee, dan zijn we er al niet meer. En hebben we niet nu grotere problemen te tackelen. Dus dat is ook wel iets wat je bij de agrariërs wel merkt. Van we moeten eerst maar zien dat we überhaupt nog mogen blijven boeren van onze politieke... Er gaat een nieuwe wind waaien. Ja, wat gaat dat betekenen? Ja. Nou ja, wij zijn tot nu toe altijd hoopvol. Want ja, anders waren we al lang gestopt. Daar hebben we denk ik wel aanleidingen voor gehad op ons bedrijf. Maar ik denk dat wij hier op Terschelling op een hele mooie, natuurinclusieve, extensieve manier boeren. En als we het allemaal zo gaan doen zoals wij het hier doen, dan denk ik dat je best al heel ver bent. En nou ja, met zo'n project als dit laten wij ook naar buiten, maar ook naar onszelf zien van goh, wat doen we en doen we dat goede en kunnen we daarmee doorgaan. Er is dus een klimaatscenario, we gaan even terug. En dat is niet door jullie opgesteld, maar er zijn heel veel mensen bij betrokken geweest, hè? Ja, dus in dit project hebben we... geprobeerd om zoveel mogelijk partijen die hier lokaal op het eiland actief zijn, maar ook kennispartners, dus universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus op het gebied van hydrologie, die doen daar aan mee. Dus en dan verder eigenlijk alle overheden die op het eiland gemeente, wetenschap. Gemeente, waterschap, provincie, en dan hebben we Vitens, de agrariërs, staatsbosbeheer en alle campinghouders. Kun je al als boeren conclusies trekken uit dat scenario? De conclusie is dat we zo goed mogelijk samen moeten werken. Ja. Want op het eiland valt heel veel water. En water stroomt altijd. Dus, water stroomt naar het laagste punt. Ja, nou goed. Staatsbosbeheer heeft natuurlijk de meeste grond in beheer. En het meeste water valt en wordt daar ook vastgehouden. Dus het is nu afwachten wat we voor maatregelen kunnen gaan treffen om dat zoetwater over het hele eiland beschikbaar te houden op een goede manier. Want richting de dijk, dat kunnen we allemaal beredeneren, wordt het steeds droger. En in de duinen is het nat genoeg. Alleen daartussen zitten natuurlijk ook nog een hele rij campinghouders. Ja. Ja, en die hebben weer juist te veel water. Dus ja, we moeten met alle partijen proberen rekening te houden.
Dus op die manier proberen we eigenlijk nu alle watervragen van het eiland op die plek te clusteren. Ja. Zodat we niet alleen als landbouw daarvan profiteren, maar dat we gewoon echt zoeken van, Maar, niets doen is geen optie? Misschien wel. Misschien wel. Misschien wel, want uiteindelijk is het hier natuurlijk altijd al wel relatief zout op sommige plekken. Mm-hmm. Dan zou je terug moeten kijken naar oude kaarten waar de slenkerpatronen, sommigen weten die ook wel zelfs uit hun hoofd. Daar heb je altijd al wel te maken met droog, met meer verzilting. Heb je dat klimaatscenario al gezien of is het al gepubliceerd ergens? Nou, het meest grote doemscenario, die KNMI heeft in oktober nieuwe modellen naar buiten gebracht. Dus die worden dan ook weer gemaakt in dat programma. En dat doemscenario, dat was 9 meter stijging of zo? Ben ik überhaupt benieuwd of we er nog wonen eigenlijk. Nee, dat is overdreven. Maar ik weet niet of wij dan op het eiland, dan moeten we ook Rijkswaterstaat gaan aankijken. Ja. En de landelijke politiek, want dan is überhaupt de hele leefbaarheid wel een vraagstuk. Het onderzoek bestaat uit 3 delen. Dat eerste is dat grondwatermodel, wat nu voor een deel gemaakt is, maar wat moet worden, ze noemen dat kalibreren, maar waarbij ze dus gaan toetsen van klopt het model, als we er dingen in veranderen, klopt het dan nog steeds en zitten de juiste factoren daarin. Een tweede onderdeel is de zilte-teelt. Die is denk ik al best wel bekend misschien bij mensen, waarbij er wordt gekeken van welke andere gewassen dan gras zou je kunnen laten groeien hier op meer zilte grond. Ook grassoorten. En de derde is een grasproef. Om te kijken van stel dat er hier meer verdroging gaat komen met de jaren. Kun je dan met een ander grasmengsel toch een goede opbrengst behalen. Door op die manier aan te passen aan nieuwe klimaat. Er zijn al proeven die aan het lopen? Die proef loopt, bij Gerard Cupido. Nou. En de goede meid is op de toekomst voorbereid, zeggen ze wel eens. Zo is het, ja. Zo maar is het. In dit geval klopt dat wel, geloof ik. Het klopt, we hebben nu al 2 of 3 proeflocaties aangewezen waar we dus iets gaan veranderen in het waterbeheer om te kijken van wat doet dat dan? Waar is dat? Of? Bij Erik van Rees en bij Corné Zorgdrager stukken land die dan met slootwater nat gaan worden gehouden. En wat we ook daarbij gaan bekijken is dus de grasopbrengst en de bodemhuishouding, hoe dat dan met zoet en zout water zit. Maar ook om te kijken van, heeft dat ook effect voor de weidevogel? Want dat is natuurlijk ook een van onze belangrijke aandachtspunten op het bedrijf. Dat we de polder ook een heel geschikte leefomgeving moet blijven voor de weidevogels. Ja. Dus die zijn ook betrokken in het onderzoek. Het hangt er al van een hoop factoren af, hè? Ja. Dit. Ja. Wel spannend, communiceren is dan heel belangrijk. Heel belangrijk, precies. En de vogelwacht en de vogelbescherming zijn dus ook nauw betrokken. Nou, leuk. Nou, hartstikke leuk. En over 100 jaar, dat maken wij niet meer mee. Ik in ieder geval niet. Ik waarschijnlijk ook niet, nee. Maar wie weet, deze initiatieven hebben ertoe bijgedragen dat het over 100 jaar hartstikke leuk is om te zijn. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Jetse gaat zo af en toe op pad met zijn kleindochter Marit. Op zoek naar mensen die dingen maken, een kledingatelier, maken van mode, pottenbakken of schilderen. Opgejut plastic. Er komt van alles voorbij. Dit keer schilderen met wie met wortel. Kijk waar ze is. Hoe kwam je bij schilderen? Nou, ik tekende als kind altijd al heel graag. Ik liever tekenen als rekenen of taal. Dus ik was altijd, elke schrift zat vol met allemaal tekeningen. Had je ook een opleiding voor het vak of niet? Nee, het is puur hobby, uit hobby ontstaan. Dus je tekent heel veel dingen, maar waar krijg jij je inspiratie vandaan? Oh, dat is een goede vraag. Ja, heel verschillend. Ik ben heel erg geïnspireerd op paarden, dat kan je ook wel zien, hè? Mm-hmm. Omdat het ook mijn hobby is, dus ik ken paard ook een beetje. En ja, ik zit dan ook veel op de huifkar, dus ik zie ook wel hele mooie landschappen, maar dat is niet echt mijn ding. Maar ik probeer het wel, ik heb het ook wel gedaan, maar mijn inspiratie haal ik eigenlijk uit de paarden. Ga je ook nog iets anders tekenen? Want ik zie paarden, dieren, echt heel veel, maar ga je ook iets meer van de natuur bijvoorbeeld? Ja, ik probeer het wel, ja. Waar ik zin in heb. Ja, ik zie ook wel eens iets heel moois of een mooie foto van de natuur en dan denk ik, ga ik die maar eens even proberen na te schilderen, maar het is niet echt mijn ding. Je begint als schilderij. Hoe begin jij dan met het schilderij? Waar begin je? Want je hebt een heel groot vlak. Ja, ik schilder het liefst wel een beetje groot. En dan begin ik gewoon, verf ik de onderkant helemaal
in basiskleuren, daar ga ik overheen. En dan zet ik vaak heel veel lagen over elkaar heen. Daar kan ik heel lang mee doorgaan. En soms, als het me niet zint, dan maak ik hem weer helemaal grijs of zwart of wit of blauw. En dan begin ik weer helemaal overnieuw. Er zijn heel weinig gasten, dus ik ga ook niet met de huifkar of nauwelijks. Dus dan steek ik je lekker de kachel aan en dan ga ik lekker schilderen in mijn eentje. En dan moet ik eigenlijk niemand om me heen hebben. Maar als er meer mensen komen bij de huifkar, en dan heb je er niet heel veel tijd meer voor. Nee, zo. Vind je dat erg? Of, Nee, ik vind het is leuk voor de winter en zomers. Als het mooi weer wordt, ben ik weer buiten. Dus ik ben er niet zo graag binnen. Maar als het dan echt moet, dan ga ik lekker voor de hobby. Dus voor de ontspanning schilderen. Dus je schildert ook voor mensen. Bijvoorbeeld iemand wil een krab als gerecht. Ga je dat ook schilderen en krijg je daar ook geld voor? Ja, soms dan vragen ze, wil je mijn paard of mijn hond of iets anders schilderen? Dan zeg ik, nou, dan wil ik het wel voor je proberen. Als het niet lijkt, mag je het ook zeggen. Want moet natuurlijk wel, als je iets naschildert, moet het ook echt een beetje erop lijken. Dus dat vind ik wel moeilijk. Dat is wel een uitdaging, maar ik probeer het wel. En dan soms verkoop ik dan ook wel eens een schilderij. Dus eigenlijk help jij mensen om hun schilderij tot leven te maken? Ja, zo kan je het soms wel zeggen, ja. Ik ben nou voor iemand bezig met een opzet van een zeemermin. En dan moet ik kleuren gebruiken die ik eigenlijk heel weinig gebruik. En dat is roze, goud en turquoise. Turquoise vind ik wel heel mooi, maar ik ben er nog mee aan het stoeien. Dit is een opzet hoor. Maar ja, ik vind het wel moeilijk. Dus je maakt fantasiedingen voor mensen die eigenlijk zeggen van, dit is mijn visie, dit wil ik heel graag dat jij dat maakt. Ja, dat kan. Ja, dan probeer ik het. Ja. Gebruik je ook je handen voor het werk? Want ik zie nu met je handen, het ziet er best smerig uit. Oh, dat is zo weer droog. Kijk, het droogt ze ook weer op hoor. Ja, ik doe wel eens met spons. Je kan eigenlijk alles gebruiken. Kwasten gebruik ik het meest, maar ik heb ook wel eens een paletmes en sponsjes waar ik het mee doe. En eigenlijk kan je alles gebruiken. Je kan al je fantasie er eigenlijk op loslaten. Er zitten geen regels aan verbonden, hè, schilderen. Dat is juist het lekkere. Je kan helemaal je eigen weg gaan erin. Je kan er ook dingen op plakken. Die zit dan een beetje, geloof ik, dat het zand is of plamuur. Je kan eigenlijk alles een beetje relief aanbrengen. Wat vind jij fijn schilderen? Als je heel fijn gaat schilderen, dat is echt helemaal een beetje fotografisch, hè? Dat je echt precies. Ja, dat doe ik eigenlijk niet zo. Het is allemaal een beetje kleurverschil. Ja, de een wel, de ander niet. Maar ja, hoe kleiner, hoe moeilijker ik het ook vind. Dus dit is dan een hele grote, zie je. Dan kan je mooi dat oog er goed in schilderen. Hier worden ogen alweer wat kleiner. Ja, hier kan je hem echt heel wat meer gedetailleerd dan aanbrengen. Hier ook wel, moet je hele kleine kwastjes. En ik ben niet echt van het hele fijne. Dus de kleurencombinatie heb je zelf bij elkaar gezocht en zelf gaan Ja, dat doe ik altijd, ja. Maar waar rennen de paarden in? Nou, ze komen denk ik, ze komen uit het donker een beetje op het licht af. En in mijn beleving is het een avond. En ze komen zo door de blubber heen of door het land. Ja, dat is maar net wat je er zelf van wil maken. Maar wat denk je dan, hoe kom je hier nou bij? Hoe kom je bij al die dingetjes? Want ik zie dat bij normale schilderijen dan weer niet. Ja, dat hebben sommige mensen wel. Ja, haal ik zand van het strand af. En dat doe ik een beetje door de verf heen of door dat spul. En dan pak ik dat er wat op. Mm-hmm. Dat heb ik heel veel gedaan. Nou doe ik het eigenlijk niet zo vaak meer. Maar zo is wel, heb je een beetje het gevoel dat het blubber is of zo. Ja, hè? Een beetje blubbervlies. Ja. Een beetje. Ja. Of door de wildernis, ja. Mm-hmm. Ik zie echt heel veel dingen erin. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. En tot de volgende keer. Ja, nou bedankt dat jullie hier waren. Ik vond het leuk. En misschien is het voor jou ook wel wat om een keer te gaan schilderen. Het is een hele leuke hobby. Het is heel ontspannend. En je hebt er niet zoveel voor nodig. Een paar kwasten en wat verf. En een doek of een stuk karton. Je kan ook op hout verven. Dus je kan overal op schilderen. Kinderen van de Vossenschool hadden een mooi project met naaimachines in de stielen. Waar dat allemaal over gaat, kijk zelf maar even. Vandaag zijn we in de Stinnen.
kinderen van de vossenschool die komen hier iets naaien. We zullen straks zien wat ze gaan doen. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent de lerares, juffrouw van de vossenschool. Ja, dat klopt. Wat zijn jullie van plan hier in de Stielen? Wat zijn we van plan? Wij hebben een thema China, zowel voor taal als voor Da Vinci. Dat is onze methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek. En dat gaat over China. En we zijn hier om kimono's te maken met de kinderen. En de vrijwilligers van de Stielen die ons daar heel lief bij willen helpen. En heel fijn. Oké. Ja. Nou, we gaan het zien. Kom vast. Oké. Ze zijn al aan het voorbereiden, geloof ik. Ja, daarom. Dus we gaan ze helpen. Oké, succes. Wij helpen elkaar ook even als je denkt van ik weet niet hoe het moet. Juf Henriette haalt even het voorbeeld op. Die we zo mooi gisteren meester Pieter al gemaakt had. Maar nog op school ligt. Hier open. Sluit de voorkant alleen. Nou, gelukkig. Bijna zijn ze allemaal klaar, dus eventjes nog op de film. De show van de kimono's. Het project is afgelopen, daar gaat de jeugd weer. Ja. Dit was het weer voor deze week. Vond je het journaal leuk? Klik dan zeker nog een keer op het duimpje. Heb je zelf leuk nieuws of een idee? Mail ons dan op info@terschelling.nv. Blijf op de hoogte van wat er allemaal op Terschelling gebeurt en abonneer je gratis op ons YouTube-kanaal. En volg ons op de socials. Wil je nog meer Terschelling nieuws? Neem dan een abonnement op Weekblad de Terschellinger. En hiervoor ga je naar terschellinger.info. Bedankt voor het kijken, goed weekend en trek een dikke trui aankomende dagen. Tot volgende week!